Vandaag was de vijfde zittingsdag in het proces tegen Willem Holleder. De opnames van de zussen van Holleder kwamen te sprake. Dus iedereen zat op het puntje van zijn stoel. Ik ben een bekende Nederlander. Ik laat me door niemand hier aankafferen. Wie dan ook. Gaat je dat? Maar bij iedereen reageer ik harder als hier. Maar jij gaat niet meer tegen mij schreeuwen. Het beeld van Willem Holleder als knuffelcrimineel kantelt in 2015 drastisch als de geluidsopnames van zijn zus Sonja in de openbaarheid komen. Jij moet je bek houden nou tegen mij. Begrijp je dat? Dan schop je hier door je hele straat. Wie denk je dat je grote bek tegen mij kan hebben waar je bent bij? Wie denk je dat je bent? Maskei! Maar maak gelijk kort en net hoor. Nee. Maak gewoon gelijk kort en net. Maak niet over hoor. Zo'n stukje hoor. Zijde draadje. Eén tafel. Zijn andere zus Astrid beschrijft haar ervaringen in twee bestsellers en verklaart er ook over bij justitie. Waarom Holleder zijn zus Sonja zo genadeloos uitkaffert, komt vandaag tijdens de zitting aan bod. Nou, ze liegen er niet over wat ze zeggen. Mijn cliënt zegt, ik heb niet met hen gesproken over liquidatie. Daar liegen ze inderdaad over. En verder heeft hij uitgelegd hoe die gesprekken tot stand zijn gekomen waarop hij boos is en schreeuwt en tiert. Waarom dat zo gegaan is. De relatie tussen de neus en zijn zussen is altijd goed, totdat hij in 2012 uit de gevangenis komt. Hij zegt, ik heb mijn hele leven voor mijn familie gezorgd. Ik ben altijd goed met ze geweest. Met name mijn zusje Sonja was ik altijd heel dik mee. En na 2012, toen ik buiten kwam, toen op een gegeven moment veranderde van alles. Ze zeiden dingen tegen me waarvan ik weet dat het niet klopte. Ze bleven daarover tegen mij liegen en ik snapte er helemaal niks van. En ik heb geprobeerd om erachter te komen wat er aan de hand was. En daar ben ik inderdaad ook wel boos ben in geworden. Ik heb geschreeuwd en gedreigd. Dat is allemaal niet goed. Dat heb ik inderdaad gedaan. Maar dat komt omdat ik niet begreep wat er aan de hand was en waarom het zo liep zoals het liep. Hij kan het goed vertellen. Hij vat het goed samen. Ja. Eigenlijk wat het was vandaag. Holleder voelt zich erg onbegrepen en voelt zich vooral slachtoffer van toch ook wel een beetje de willekeur van zijn zussen. En hij probeert dus het beeld te schetsen dat zij een bepaald belang hadden, ook een financieel belang, om hem nu zo als meervoudig moordenaar neer te zetten. En ja, hij probeert echt wel zijn best te doen om de rechtbank daarvan te overtuigen. Alleen, ja, je ziet gewoon, het zijn twee totaal verschillende werelden. Mm-hmm. Hij is zo gepokt en gemazeld in die onderwereld, zegt hij zelf ook. Hij beschrijft zichzelf ook wel als een boef. Hij zegt, alleen die moorden heb ik niet gepleegd en ik word erin geluisterd. Alleen zie je nu wel steeds meer structuur komen in de verhoren door de rechtbank, die steeds preciezer gaan ingaan op wat hij in eerdere verklaring al heeft gezegd. Dan zie je soms dat hij dat hij best wel moeilijk heeft om dingen te verklaren. Dan hoor je hem kuchen en dan snuiven. En dan heb ik het idee dat hij misschien soms een beetje tijd aan het winnen is om weer zijn gedachten te kunnen bepalen en het antwoord te geven. Oh ja, gebeurt dat dan op dat moment? Want ik zou zeggen, als je zo lang naar zo'n proces toe leeft, dan weet je toch eigenlijk precies hoe je dat wil gaan counteren? Jawel, maar je weet natuurlijk niet precies wat er gevraagd wordt. Nee, dat is maar zo. Ik moet je gelijk geven. Je merkt wel aan alles dat hij zich goed heeft voorbereid. Mm-hmm. Ik vind het soms heel opmerkelijk om te zien hoe goed hij bepaalde jaartallen, dagen, et cetera, dat heeft hij allemaal rotsvast in zijn geheugen. Maar er zijn toch echt ontzettend veel belastende verklaringen. Heeft de rechter dan bijvoorbeeld, dat weet je natuurlijk niet, maar niet het idee van, ik zit hier gewoon naar een soort sprookje te luisteren. Iemand die zomaar wat vertelt. Nou, dat laten ze in ieder geval niet blijken. Want ze kijken gewoon heel strak en met een pokerface. Ik moet zeggen, die voorzitter Wieland maakt af en toe een grapje. En die probeert ook echt wel gewoon Holleder aan het praten te houden. En dan zie je dat af en toe het OM met wat speldenprikken tussendoor er komt. Twee officieren van justitie dus, die hem dan vragen gaan stellen. Ja, dan wordt de sfeer meteen narig en dan heeft hij daar toch wel wat meer moeite mee. Marielle, wat vind jij van die tactiek van Holleder om die getuigenissen van zijn zussen zo te ondergraven dat ze dus een financieel belang erbij zouden hebben om hem ten onder te brengen? Ja, nou, dat is zijn standpunt. Dus nou ja, ik snap dat hij, als hij dat al een keer duidelijk wil maken, dat dan nu bij de rechter moet doen. En de vraag is natuurlijk, wat gaat de rechtbank daarmee doen? Want het zijn verklaringen van zussen. Er zijn natuurlijk ook opnames tussen hem en zijn zussen. En die worden nu allemaal met hem besproken. Dat kost ontzettend veel tijd. Het zijn op zich wettige bewijsmiddelen. Dus de rechtbank kan de verklaringen van zijn zussen in principe gebruiken. En die opnames ook. Alleen de vraag is of de rechtbank ze ook betrouwbaar vinden, die verklaringen van de zussen. En de vraag is ook, gaat de rechtbank er de waarde aan hechten aan die opnames die het OM eraan hecht? Hè? Die zegt, hij meent alles wat hij zegt. En zijn stelling is eigenlijk kort samengevat, ja, ik kan wel wat wegzetten, maar dat wil nog niet zeggen dat ik de dingen doe die ik roep. Ja, maar hij zou dan toch ook wel met bewijzen moeten komen, vermoed ik, om dan die getuigenissen te ondergraven. Behalve dan zeggen, het is niet waar en ze hebben financieel belang. Nou, daar zit wel een belangrijk probleem voor hem. Hele simpele ontkenningen tegen toch wel vrij gedetailleerde verklaringen van een aantal getuigen. Hè. Als het nou één op één zou zijn, hè, iemand verklaart iets en hij gaat daar tegenin. Maar er zijn natuurlijk inmiddels veel meer getuigen
die allemaal een puzzelstukje leggen. Mm-hmm. Dus om zich daartegen te verweren, dat is best een klus. En ik benijd zijn twee advocaten die het volgens... Die vind ik het tot op heden prima doen, maar ik benijd ze niet. Wat vind jij ervan, Marjelle, dat hij zo op zijn praatstoel zit en alleen maar aan het vertellen is? Hij zal wel moeten. Want enkel zeggen, het is niet waar wat iedereen roept en zegt, daar gaat hij deze zaak niet mee winnen. Als zijn advocaten straks bij het pleidooi, hij heeft ontzettend goede advocaten, maar goed, als die advocaten straks bij het pleidooi zeggen van, ja, alles wat hij in die opnames zegt, meent hij niet, dan weet ik zeker dat de rechtbank in een vonnis gaat zeggen, ja, dan mag hij uitleggen, had hij uit moeten leggen wat hij er dan wel mee bedoelde. Hij heeft geen enkele andere keuze om het op deze manier te doen. Dus dat is wat hij nu op die zittingen doet. Hij probeert uit te leggen, gesprek voor gesprek. Ja, inderdaad, u hoort mij hier tieren, maar dat is omdat ik voel dat er iets aan de hand was. En dat is ook de reden waarom ik zo kwaad werd. Het is niet netjes, had ik niet moeten doen, maar wil niet zeggen dat ik ook daadwerkelijk mijn bedreiging uit. Zit je dan niet als advocaat af en toe met een verhoogde hartslag van wat gaat hij nou in vredesnaam allemaal zeggen? Want op een gegeven moment kan je hem natuurlijk ook niet meer onderbreken. Ja, maar ik ken deze advocaten vrij goed. En ik weet zeker dat ze A, het dossier goed kennen en B, dat goed met hun cliënt hebben besproken. Dus nou ja, je kunt nooit helemaal weten wat er besproken wordt en gevraagd. Maar in ieder geval wel deze gesprekken, dus daar is hij op voorbereid. Tot slot even heel kort moet ik weten, Peter R. kwam weer tevoorschijn. Wat had hij nou te doen daar weer? Ja, die heeft het natuurlijk ook gedaan. Die wordt een beetje als een soort intellectueel brein achter deze hele conctie dan volgens Holleder gezien. Mm-hmm. En die zou een verhouding hebben gehad met Sonja Holleder. En die zou volgens Peter dan ook nog met het deel van het losgeld van Heineken... Volgens Willem Holleder was dat. Ja, volgens Willem Holleder hebben rondgesjouwd. Nou, die verhouding wordt door beide ontkend. Eigenlijk toch nog veel meer mensen die ze goed kennen. En dat, dat losgeldverhaal, dat wordt op... Ja, laten we toch nog even die verklaring eventjes over laten zien van Peter. Die heeft dat dus meegekregen. Zegt van, nee, wat een giller. Hij had na mijn aangifte van mishandeling al aangekondigd bij Astrid dat hij met dit soort verhalen zou komen. Nou, allemaal bullshit volgens Peter de Vries. Dankjewel, John.